Welkom in deze video van Natuurwandelingen Kempen. De Put van Rauw is wat je makkelijk kan noemen de grootvader onder de Molse meren. Het is vermoedelijk de eerste put die ooit gegraven is. Al vanaf de jaren 1800 wordt hier in de streek zandwinning gedaan. Maar ik denk vanaf 1960 ongeveer dat het pas eigenlijk echt commercieel is gebeurd door wat nu Sibelco is. De Put van Rauw is toegankelijk gemaakt voor het publiek. Je kan er een heel mooie rondwandeling maken, een rondwandeling die we nu gaan maken, zeer gevarieerd. En waar we toch een aantal prettige en verrassende dingen tegenkomen. Maar laat ons niet langer hier stoomweg op een auto zitten te palaveren en laat ons gewoon op pad gaan. Zalig wandelen rond die Put van Rauw. Het eerste stuk van de wandeling, van waar we eigenlijk gestart zijn dan toch, het hangt een beetje vanaf, want het is een rondwandeling, dus je kan ongeveer starten waar je wil. Maar als je dus aan de baan, vanaf de baan van het Zilvermeer, de Put van Rauw binnenstapt, of er naartoe stapt, krijg je eigenlijk een lange, schaduwrijke dreef voorgeschoteld. En dan op een gegeven moment, na een paar honderd meter, kom je eigenlijk op het punt dat je de Put van Rauw voor het eerst ziet verschijnen. Thank you.
We zijn net de gebouwen gepasseerd die Sibelco ten dienste stelt van de lokale gemeenschappen, de gemeentes, de verenigingen, maar ook trouwers, mensen die feesten willen geven. Prachtige tuin zoals dat je kan zien. Eens dat je daar dan voorbij bent, dan duiken we een paar honderd meter verder terug het bos in. We wijken van de weg af. En krijgen we terug prachtige zichten op de put van Rauw. Mooi, mooi, mooi. Zoals je kunt zien, we zijn ondertussen al
denk ik driekwart rond de put van Rouw. Ik heb op dit moment 5,7 kilometer gedaan. Dus ik denk alles bij elkaar, voordat we rond zijn, rond de 8 kilometer. Maar ik laat het straks op het einde van de video wel weten. Het belangrijkste stukje natuur hebben we gehad ondertussen. Wat we nog te goed hebben, is wat je in de verte hoort. Er is een heel stuk dat geconnecteerd is aan het Sunparks. Bungalowpark. Dat heeft toegang tot de put van Rouw. Het is een stuk dat de zwemvijver is toegelaten. Met heel veel speelterrein ook voor de kinderen. Dus de afsluiter van een wandelingske rond de put van Rouw, dat moet nog komen. Zoals ik er net al zei, het Sunparks is open. Het is open voor het publiek. Het poortje waar we net door gepasseerd zijn, is altijd open, zomerbar. Dat is een afspraak met de gemeente. Zij mogen de put van Rouw gebruiken. En de wandelaars mogen gewoon vrij door het domein. Wat niet overal is, je loopt hier ook gewoon tussen de bungalows. Wat op zich een beetje speciaal is, maar goed. Maar het kan, het mag. Het is openbaar. Ik heb 9 kilometer gestapt, meer dan 3 uur over gedaan, maar dan ook op mijn dode gemakske.
Een prachtige wandeling. Het laatste stukje was hier nog langs een heel mooi beekje. En dan komen we terug uit eigenlijk op het pad waar dat we deze middag gestart zijn. De Put van Rauw. Mooi. Aan te raden. Tot ziens. Dag.